Welkom bij de Spelzol. Leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Alien vs. Predator The Hunt Begins, uitgegeven door Prodos Games. Het is een spel voor 1 tot 3 spelers, eigenlijk gewoon 3 spelers, waar je een 60 tot 120 minuten mee bezig bent. En zoals de titel al verklapt, is dit gebaseerd op het klassieke computerspel EVP, waarbij je ofwel in de huid kruipt van de aliens, of de predators, of de space marines. En elke factie heeft, afhankelijk van welke missie je speelt, een eigen manier om de overwinning te behalen. Maar het komt er vaak op neer dat je de tegenstanders gaat uitschakelen. Dat doen we door op verschillende maps rond te rennen en elkaar uit te schakelen. En gebruik te maken van onze sterke punten en in te spelen op de zwakke punten van de tegenstanders. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in deze doos zit. Wij krijgen de spelregels in het Engels. En de regels zelf zijn oké. Het is een spel wat best wel veel detailregels heeft. En die worden in principe prima uitgelegd. Die wordt meegenomen in de verschillende stappen van het opzetten. De elementen die je tegenkomt. En wat ze in principe sterk doen is dat ze bij de verschillende fases, dus een turn sequence, dit soort stroomschema's hebben. Hetzelfde geldt voor een aanval, een combat. Ook daar is weer een stroomschemaatje weergegeven. Maar het is een spel met best wel veel regels om een bepaald niveau aan realisme te halen. Reference van alle verschillende stats van de 3 factions en de units die erin zitten. En dan achterin de verschillende campaigns en missies die je kunt spelen. Dan krijgen wij een hoop componenten om de diverse levels te bouwen. Je krijgt miniatuurtjes die je zelf in elkaar moet zetten, schilderen en plakken. En voor elke factie krijg je kaarten. Je krijgt 20-zijdige dobbelstenen erbij. De ventilatieducts waar de aliens doorheen kunnen bewegen. Tokens voor zolang je niet zichtbaar bent. En nog wat andere elementen. Maar dat is wat we krijgen. Nou, laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Waarbij elke speler 1 van de 3 facties speelt. De aliens, de predators en de space marines. Je begint met het uitkiezen van een missie, een scenario. Wat op aangeeft welke tegeltjes je gebruikt. Hoe je het opbouwt, waar elke units starten. En uiteraard hun victory conditions. Er zit ook nog een leuke mission briefing in voor zowel de Marines, de Aliens als de Predators. Elke factie heeft een unieke manier om te winnen. Waarbij de Aliens simpel 5 models moeten uitschakelen. Een Predator model telt als 2. Marines proberen de bulkhead control te overriden door een interact action te doen in de escape pod. En dan moeten ze vervolgens met minstens 1 marine model de elevator in de engine room zien te bereiken. En de predators moeten ofwel een scan doen van de bridge, de engine room en de hibernation room, of alles downloaden vanuit de escape pod. Dat kost 1 interaction per keer. En daarna moeten ze teruggaan naar de predator escape pod. En zo zul je zien dat elke missie heeft een eigen setup, een eigen layout en een eigen victory conditie voor elk van de figuurtjes. Ieder speler kiest dus een factie. Je legt fiches neer om aan te geven waar je units starten. Je legt de figuurtjes neer binnen handbereik. Je kiest de statskaarten. Je krijgt het dekje met unieke kaarten voor jouw factie. En je begint met een starthand van 5 kaarten die je kunt gaan gebruiken. Het level zelf bouwen we op volgens wat de missie zegt. Met de air ducts waar de aliens doorheen kunnen, wij niet. Deuren op de juiste plekken waar de aliens dan weer last van hebben. En natuurlijk leggen we binnen handbereik de eventkaarten, de 20-zijdige dobbelstenen en nog wat fiches. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van elke factie verschilt natuurlijk per missie, per factie, zoals ik net heb uitgelegd. Maar je probeert natuurlijk als eerste jouw doel te verwezenlijken om er met overwinning vandoor te gaan. Maar zo zit hem op. Tijd om te gaan jagen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit 5 fasen. De eerste fase is de initiative fase. Elke speler gooit een 20-zijdige dobbelsteen. En degene die de hoogste worp heeft, die mag als eerste beginnen. Laten we voor het voorbeeld zeggen dat ik als de Marines de hoogste worp heb. Alternatief mag de winnaar van de initiative roll er ook voor kiezen om
het initiatief aan iemand anders te geven. Mocht er een gelijkspel zijn, ga je gewoon opnieuw dobbelen. Maar dat is de eerste fase. De tweede fase is de card and token refreshment fase. De speler die het initiatief heeft, die pakt de bovenste environment kaart. En die kaart geeft aan wat voor speciale regels deze ronde van kracht zijn. In dit geval hebben we een security system reset. Deuren mogen niet geopend worden door marines of predators. En een force een deur open skill faalt altijd. Dus effectief zijn al deze deuren nu gewoon gesloten. En kan niemand daardoor naar buiten. Dus dat zorgt ervoor dat we bepaalde stukken moeilijk toegankelijk maken. En voor de marines is dat gewoon lekker, lekker problematisch. Want die zitten achter een dikke deur, dus die kunnen niet weg. Dus voor het voorbeeld negeer ik het even. Maar daar staat dus gewoon een effect op waar we met z'n allen rekening mee moeten houden. Dan gaan we naar de derde fase en dat is de model activation fase. De speler met het initiatief kiest in deze fase een van zijn of haar models, een van zijn figuurtjes, om te activeren. En daarna leg je er een activatiefiche op. Dat zijn die kleine aardjes. Of als je bij de Predator speelt, zijn dat deze fiches. Om aan te geven dat je hem al bewogen hebt. En zo met de klok mee ga je steeds één voor één een model activeren. De models aan het begin van het spel, zoals je al ziet, staan allemaal aan de zijkant. En op het speelveld liggen deze discs. Nog even belangrijk bij de Predators, omdat die dus, ik weet niet, voor degenen die films hebben gezien, die kunnen zichzelf goed verstoppen met cloakingmechanismes. En andere trucjes. Er zijn maar 3 Predator models, maar je hebt in totaal 5 fiches. Tussen die 5 fiches zitten 2 valse fiches, die geen echte Predators zijn. Maar die bewegen wel gewoon mee. En daar kun je dus je tegenstander een beetje mee rad voor ogen laten draaien. Maar je kiest dus een model om mee te bewegen. Nou, wat kun je doen? Elk model heeft 2 actiepunten. Als we gaan kijken naar onze Marine. En je kunt basic actions doen. Je hebt 2 actiepunten. Dus je kunt verschillende acties doen. Er staat heel veel informatie op. Maar voor het grootste gedeelte is het relatief simpele informatie. De movement. Close combat. Ranged combat. We hebben een aantal ability scores voor bepaalde checks. Strength, constitution, leadership. Dit is hoeveel wounds het karakter kan hebben. 1. En dit is je armor value. En dat helpt je beschermen. Dit zijn de verschillende wapens die je hebt. Die hebben een basic strength. Wat bepaalt hoe sterk het wapen is ten opzichte van iemands armor. En de rate of fire. Rate of attack. Hoe vaak kun je ermee aanvallen. En of ze een AVV value hebben. Dat is een anti-vehicle value. Nou, de pulse rifle en de launcher, de grenade launcher en de knife hebben niks tegen vehicles. Best raar, maar vooruit. In dit spel is dat zo. Speciale abilities, in dit geval team tactics en een grenade launcher. En die staan op de rug altijd nog een keer extra uitgelegd. Er zitten best wel veel mechanics in en veel manieren om je verschillende units op verschillende manieren in te zetten. Ik ga met jullie vooral kijken naar de basics en hoe werkt combat en zo. Maar de relevante informatie staat natuurlijk allemaal op jouw kaart. Maar je hebt 2 acties per model. Je moet verplicht 1 van die acties gebruiken. Je mag ervoor kiezen om een actie, een tweede actie te laten voor wat het is. Wat voor acties kun je doen? Move actie, shooting actie, close combat actie, de pass actie. Ik doe lekker niks. De interact actie. Als je dus, nou ja, zoals de marines moeten daar naartoe. Die moeten hier een interact mee doen. En dan moeten ze weer terug naar de engine room. En soms moet je een deur open doen. Dat is ook een interact action. Sentry actions. Dat wil zeggen dat je eigenlijk je actiepunt bewaart tot een later moment. En dan als er iets gebeurt kun je die ene actie snel spenderen. Daar gaan we natuurlijk ook straks naar kijken. En dan heeft elke factie nog een aantal unieke acties. Waar ik niet te veel op inga, want dan wordt het een erg uitgebreide uitleg. Maar marines kunnen bijvoorbeeld richten, point blank shots, burning inferno's. Aliens hebben de hide actie, die kunnen weer verstoppen. En de predators hebben bijvoorbeeld de field wound treatment enzovoort. Maar laten we gewoon kijken naar de 5 basic actions. De movement actie, heel simpel. Je mag een aantal stapjes doen gelijk aan je movement value. Die is 1 voor de space marines. Wat betekent dat je 1 stapje mag lopen en elk tegeltje van het speelbord is een actie waarbij je voor de aliens deze verlengingen hoef je niet te tellen. Dit is gewoon 1 tegeltje. Uiteraard alleen de aliens mogen door de air ducts en wij moeten allemaal door de gangen lopen. Maar als je een stapje doet, loop je gewoon een stapje. Dan negeren we eventjes het feit dat hier een deur staat. Wat voor beperkingen zijn er nog bij het verplaatsen? Je kunt
niet door een tegel lopen die volledig occupied is. Of dat nou vriendelijke of vijandelijke models zijn, dat maakt niet uit. Elke tegel heeft een occupation limit, oftewel een maximum van een aantal figuurtjes wat erop mag staan van 8. En 8 wil zeggen, dit zijn large bases, de grote creatures, die nemen 3 punten in. De Marines zijn medium, die nemen 2 punten in. De aliens nemen 1 punt in. Als er een asset damage ligt, dat is ook 1 punt. Dus als er in totaal 8 punten aan models of figuurtjes op 1 positie staan, zoals dit is 9, dat zou al helemaal vol zitten. En dan kan er dus niet doorheen gelopen worden. Mocht je door een ruimte lopen met een asset token, gooi de 20-zijdige dobbelsteen, gooi een 1 tot en met 5, dan verlies je een health. En anders is er niks aan de hand. En die asset tokens die komen natuurlijk tevoorschijn als we de aliens gaan afmaken. Het openen van een deur is 1 interaction action. Daarna gaat de deur permanent weg en is die verdwenen. Aliens kunnen dat niet doen, alleen de Marines en de Predators. De aliens moeten een deur forceren. Dat is een eigenschap die uniek is voor de alien faction. Elk alien model kan het proberen, alleen hoe groter ze zijn, hoe makkelijker het wordt. De kleinste, die moeten een 5 of minder gooien op een D20. De medium, en de large, kunnen dat nog veel makkelijker. Nou, in deze base game heb ik alleen maar de kleine en medium units. Dus die gaan misschien gewoon een val opzetten en wachten tot iemand anders die deur overzet. Of via een air duct naar binnen. De combat actie ga ik zo meteen naar kijken, net zoals de shooting actie. Nou, de pasactie is heel simpel. Ik pas mijn beurt hier klaar. Dan heb je de interact action. Ook heel simpel. Als je bij een objective staat van jouw factie, kun je een interact action spenderen om een interaction te doen. En dat is voor het scenario afhankelijk. En de sentry action, zoals ik al zei, dat is een actie bewaren voor een later moment. Deze kun je alleen maar gebruiken voor een basic movement actie. Of een close combat actie. En je mag ze gebruiken tussen de activatie of acties van vijandige models. Oftewel, als ik een sentry actie neem, kan ik hem gebruiken tussen de twee acties van ofwel een alien ofwel een predator model. En dan kan ik dus zeggen, ik ga een close combat attack doen of ik ga een move actie doen. Dan is het natuurlijk belangrijk, hoe veranderen deze ping tokens, zoals ze genoemd worden, in daadwerkelijk miniatures. Nou, dat kan op twee manieren. Je mag het vrijwillig doen. De speler die de eigenaar is van het token mag ervoor kiezen om het ping token te vervangen met een miniatuur. En alternatief verplicht, zodra tokens line of sight op elkaar hebben, dan worden ze allemaal vervangen door modellen. Dus daar hebben ze hier een heel simpel voorbeeldje van gemaakt. Ik denk niet dat jullie daar heel veel moeite mee hebben. We hebben hier zo een Marine, die gaat naar beneden. Die ziet dus, of die wordt gezien door de aliens. En die ziet in turn de aliens terug. Dus dat worden allemaal models. Zo simpel werkt dat. Zoals ik al zei, de Predator heeft 2 extra focal mimicries, zoals ze heten. Dus ping tokens die niet voor een model staan. En omdat de Predators ook nog eens een keer goed zijn in het verhullen. Op het moment dat een Predator zichzelf kenbaar moet maken, mag hij 1 vakje aangrenzend kiezen om tevoorschijn te komen met de daadwerkelijke model. Dus dat is dan weer een grappige eigenschap van de Predators. En dan wordt het tijd om maar eens wat op elkaar te gaan schieten. Ik ga hier gewoon een Marine neerzetten. En ik zet hier voor het gemak gewoon even een alien neer. Hoppa. En dan gaan we beginnen met een klein beetje combat. Er zijn 2 soorten combat. Range combat, de shooting action zoals die genoemd wordt. En de close combat action. Close combat kan alleen maar als ze in hetzelfde tegeltje staan. En ranged kan alleen als je line of sight hebt. Dus als daar deuren tussen zitten, kun je niet vuren. De zogenaamde air ducts, als daar iemand in zit, dan heb je ook geen line of sight. Je moet daadwerkelijk gewoon in een rechte lijn naar het vakje kunnen kijken waar de model staat. Nou, hoe werkt dat? Laten we gewoon onze Pulse Rifle Marine er weer bij pakken. Tegenover deze simpele alien. Je ziet ook dat de alien geen ranged attack heeft. Dat is een streepje. Maar de Space Marine wel. Nou, daar staat een waarde van 14. Hoe hoger die waarde bij RS, de ranged skill, hoe beter het figuurtje kan schieten.
Allereerst kost het je natuurlijk een actie om een shooting action te doen. Je moet line of sight hebben. En dan moet je een ranged shooting, een RS test, succesvol weten te behalen. Dat betekent dat jij de dobbelsteen gaat gooien. Je hebt een waarde van 14, dus je moet gooien een 14 of lager. Nou, in mijn voorbeeld gooi ik een 7. Sorry, de dobbelstenen in dit spel zijn niet heel duidelijk zichtbaar. Maar je moet de waarde van jouw ranged skill halen of lager om een hit te hebben. En als je een succesvolle hit gooit, heeft de andere speler nog een armor test. En bij de armor test is het altijd even belangrijk kijken wat voor wapen wordt er gebruikt. Nou, ik gebruik de Pulse Rifle en dat wapen heeft een strength van 12. Dan pak je dit tabelletje erbij, weapon strength, even kijken, is 12. Dus dat betekent dat er een min 2 op de armor value van de tegenstander wordt toegepast. Armor value van mijn alien is 13, dus dat wordt 11. Die gaat gooien, die moet weer 11 of lager gooien, die gooit een 17. Dat is niet lager dan de 11, dus die faalt de armor test. En dat betekent dat hij één wound verliest. Ik blijf dat een rare keuze vinden in dit spel. Je verliest een health of je krijgt een wound, maar vooruit. Laten we het vanaf nu gewoon op die manier verwerken. Die krijgt een wound, hij heeft 1 health. Dus in dit geval zou die gelijk bleh, dood zijn en verwijderd worden van het spel. Dat is ranged attack, super simpel. Als je een ROA hebt, een rate of attack hoger dan 1, mag je met één actie dus ook meerdere keren vuren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar deze Colonial Marine, die heeft de Smart Gun, die heeft een ROA van 3. Dat betekent dat hij met één actie 3 keer een aanval mag doen met dit wapen. Werkt verder op dezelfde manier. En je zou er ook meerdere targets mee kunnen uitschakelen. Als we gaan naar een close combat, werkt op dezelfde manier. Alleen dan gaan we kijken naar onze close combat value. Dan ga ik waarschijnlijk mijn combat knife gebruiken. Close combat betekent wederom, ik moet gooien. Ik gooi een 1. Nou, dat is een goede worp, want ik heb 12 of lager nodig om een hit te doen. De target gaat weer een armor roll doen. Nou, als ik close combat knife gebruik, dan heb ik een strength van 9. Dus dan blijft de armor gewoon keurig op 13. Ik gooi heel slecht voor de aliens. Een 15, dus dat betekent dat de alien de armor test niet haalt. Krijgt hij weer een wound en hij heeft maar 1 leventje. Dus is hij gelijk uitgeschakeld. Aliens zijn in die zin niet zo sterk. Alleen het zijn er heel veel. Ze kunnen heel snel bewegen. En ze hoeven maar een paar tikken te geven om je een hoop problemen op te leveren. Ook hierbij, als je een wapen gebruikt met een ROA die hoger is als 1, ga je gewoon voor die ene actie nog meerdere aanvallen doen. Dus dat is de basic attack. Het is nog wel even belangrijk om te weten dat als twee models van verschillende factions in hetzelfde tegeltje staan, op dezelfde tile staan, dan noemen ze dat een engaged tile. Daarnaast is een tile ook engaged als het zich naast een tile bevindt die een full occupation heeft. Dus daar zitten die 8 punten op. En die tegel is zelf engaged. Oftewel, er staan twee verschillende of meer facties op. En mocht je weg willen rennen, dan kan dat. Kost een actiepunt. Je moet een close combat check succesvol weten af te leggen. En als dat lukt, zou je weg mogen bewegen uit een tegel waar jij engaged bent. Lukt het niet, dan moet je gewoon blijven staan. Dan heb je een actie vernietigd. En dat is de combat. Maar dat maakt dus heel veel uit welk wapen je gebruikt, welke afstand en tegenover wie je staat. En alles wordt bepaald door de 20 zijden. Mocht je je armor roll wel halen, ja, dan weet je armor de aanval af te weren. En heb je dus ook niet de wound die je zou krijgen als je normaal gesproken de armor faalt. Als de attack natuurlijk een succes is, want als de attack überhaupt al faalt, hoef je niks te rollen. Verder hebben we natuurlijk onze strategy cards. Aan het begin, voordat je de model activeert, mag je een van je strategy kaarten spelen. En die strategy kaarten geeft je allerlei leuke opties. Bijvoorbeeld target any tile within line of sight. Of any marine model. Any model moving onto the target tile. It is instantly deactivated. En dan zijn ze dus hun activatiepuntjes kwijt. En zo kun je dus allerlei dingetjes doen. En per factie heb je dus unieke kaartjes. Wat ik niet gezegd heb in de tweede fase, de kaartfase en de token removal fase, vul je hand ook weer aan zodat je weer 5 van dit soort kaarten hebt.
Heb je twee acties gedaan, plaats je een A'tje op je model of op je tokentje. Zodat je kan zien, oké, die is al geweest. En dan gaat de volgende speler, die kiest een model, die activeert hem, enzovoort, enzovoort. En zodra alle spelers hun activaties hebben gedaan, dan gaan we naar de vierde fase en dat is de Victory Condition Check fase. We gaan kijken of er één van de facties is die voldoet aan de voorwaarden van de missie voor zijn of haar factie. Is dat zo? Wint hij het spel? Is dat niet zo? Gaan we naar de volgende fase, die End of Game. Alle sentry tokens worden weggehaald, alle minnetjes worden gedeactiveerd en de figuurtjes. En dan zijn we klaar en beginnen we de nieuwe ronde weer. We gaan weer een initiatief dobbelen, we gaan de tokentjes allemaal weer weghalen. We gaan onze hand weer aanvullen met 5, er wordt weer een nieuwe eventkaart getrokken. We gaan weer één voor één models activeren, enzovoort, enzovoort. En zo strijden we er duchtig op los. En weet dus dat dit zijn de basic actions. Elke unit en elke factie heeft weer unieke eigenschappen die hierop staan. Deze heeft hot plasma en het is een seasoned hunter. Dat geeft weer wat leuke voordelen. Deze heeft de smart disc. Dat is weer een wapen wat op een andere manier aanvalt. De aliens hebben asset spit, de grenade launcher. En zo heb je allerlei unieke acties die voor elke factie van toepassing zijn die je kunt inzetten met die actiepunten die je hebt. En zo strijden we er duchtig op los, schakelen we elkaar uit waar nodig en proberen we onze objectives te behalen om als eerste aan de victory conditions te voldoen. Maar op die manier wordt Alien vs. Predator The Hunt Begins gespeeld. Het idee van Alien vs. Predator vind ik leuk uitgewerkt. Je hebt verschillende scenario's waarin je op diverse manieren probeert per factie een unieke overwinning naar je toe te halen. Waarbij er natuurlijk ingespeeld wordt op de kracht van jouw factie. De aliens zullen vaak op pad zijn om gewoon zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Waarbij de Marines bepaalde objectives moeten voltooien en stand proberen te houden. En de Predators, ja, die jagen er duchtig op los en gebruiken hun superieure technologie en kracht om op die manier tot een succesvol einde te brengen. Maar de verhouding van de drie facties vind ik sterk weggezet. Ze hebben allemaal hun plus- en minpunten en daar zul je als speler slim op in moeten gaan. Verder ziet het spel er ook prima uit. En de miniatuur die je hierbij krijgt zit in brackets, dus die moet je zelf uitknippen, in elkaar zetten en vastmaken. En degene die dat voor mij gedaan heeft, want ik heb zelf die tools niet, die zei dat dat voor deze miniaturen best wel een vervelend werkje was. De technische aspecten ken ik niet, maar hij zei, dit is een stuk lastiger dan de standaard manier waarop je minnetjes in elkaar zet. Het is een materiaal wat gewoon heel vervelend werkt, wat bepaalde standaard lijmen en verbindingstypes werken niet zo goed of slecht. Het is ook nog eens een keer vrij broos. Aan de andere kant vind ik de sfeer van de verschillende maps en tegels en de stijl van de kaarten vind ik erg tof. Doet goed denken aan de klassieke twee Alien films. Het jagen op elkaar is ook een tof principe. Aan de andere kant heeft dit spel in mijn ogen ook een aantal grote problemen. Ik vind namelijk de hoeveelheid regels erg pittig. En te zwaar afhankelijk van de worp van de dobbelsteen. Alles wordt bepaald door de D20. En daarin lijkt het natuurlijk heel sterk op tabletop wargames zoals Warhammer. Waarbij je een D20 gooit en dan moet je een bepaalde waarde halen of lager om een succes te hebben. De andere speler gooit een D20, bepaalde waarde halen of lager zodat het niet gebeurt. En zo heb je al die andere checks. En een D20 heeft natuurlijk nogal een bereik, 1 tot 20. En daar zitten allemaal tabellen bij waarbij je de waardes omhoog en omlaag doet. En wat ik niet sterk vind is de manier waarop het uitgelegd is hoe je bepaalde wapens wel of niet selecteert. Hoe je omgaat met bepaalde speciale abilities in zekere situaties. En dat alles geeft mij een klein beetje het gevoel van, ze willen een volwaardige tabletop miniature game zijn met drie unieke facties met allemaal eigen kwaliteiten. En tegelijkertijd willen ze een snel actief, noem het skirmish spel zijn, waarbij je met elkaar erop loshakt, een beetje strategie gebruikt om je objectives te behalen. En die twee lijken niet lekker in elkaar te grijpen. Want het heeft te veel regels om snel, soepel en makkelijk te zijn. En het heeft in mijn optiek weer te veel geluk om een heel tactisch spel te kunnen zijn. En daardoor is het in mijn ogen een spel wat eigenlijk beide net niet
is. En daar komen dan nog een keer de kaartjes van de facties bij, die superleuk zijn. En die geven je leuke abilities, maar dat maakt het nog lastiger om een tactische situatie in te kunnen schatten. Want er kan altijd nog weer zo'n kaartje tussendoor gaan die het nog gekker maakt en waar je dan weer niet goed op kan reageren. En dat is iets wat in zijn totaliteit, wat mij betreft, afbreuk doet aan de sensatie van het spel. Het vertraagt het, het maakt het nodeloos geluksafhankelijk en het maakt de immersie, het ondergaan in de wereld, het spel, breekt het wat mij betreft steeds. Omdat je dan, oh, ik moet weer een tabel opzoeken, wat was het ook weer, oh, dan gebeurt er dit. Te veel termen, te veel priegeldingetjes. En dat is zonde, want ik ben gek op het thema en het idee. Alleen het komt wat mij betreft gewoon slecht uit de verf. Daarnaast is het een 1 tot 3 spelerspel. Ik heb geprobeerd het met minder te spelen. Ik vind het bizar raar uitgelegd. Het zal misschien aan mij liggen. Maar in mijn ogen is dit een 3 spelerspel. En als de andere facties niet meedoen, is er gelijk een onbalans. Dus ze doen altijd mee, maar hoe de AI ze bestuurt, ik vond het niet vanzelfsprekend. En de eventkaarten... in mijn filmpje hadden we al een mooi voorbeeld dat de Space Marines, die zitten achter een deur en de eerste ronde mag de deur niet open, dus succes! Dan heb je dus hier 5 characters met elk 2 acties, dus je kunt 10 acties weggooien omdat je start achter een deur. Ja, dat soort dingen, daar kan ik niet zo goed tegen. Daar is niet, wat mij betreft, niet goed over nagedacht dat je op zo'n manier gelijk een eerste beurt weggooit van een hele factie notabene. Natuurlijk kun je met elkaar afspreken, joh, pak even een nieuw kaartje, want dit is inderdaad wel heel erg krom. Maar het feit dat het erin zit, maakt het voor mij al een groot minpunt. En dat alles bij elkaar maakt dat ik teleurgesteld ben over AVP, The Hunt Begins. Ik had er wat van gehoopt, de vormgeving is tof, ik vind de miniatuurtjes aan de ene kant gaaf, want ik hou van de 3 films en de characters en er zit heel veel mooi detail in de miniatuurtjes op zichzelf. Dus al die klassieke karakters hier zien, vind ik gaaf. Het feit dat die unieke facties op andere manieren werken, andere abilities hebben en op een andere manier spelen en eigen objectives hebben, gaaf, want dat betekent dat je allemaal met iets anders bezig bent, terwijl je toch allemaal met hetzelfde bezig bent. Ik wil winnen. En dus ongetwijfeld de strijd hier en daar los zal barsten. Maar lang niet voor elke factie is die strijd zo belangrijk. En de keuzes die je hebt om tactisch te manoeuvreren, te positioneren en dan dingen te doen. Daar had ik heel veel verwachtingen van. Maar het komt er wat mij betreft gewoon niet uit. En dat komt door de geluksfactor, de dobbelstenen. Het feit dat de regels veel te gedetailleerd gaan voor een leuke, snelle skirmish en je eigenlijk allemaal spelers aan tafel moet hebben die veel ervaringen met dit soort spellen en alle regels goed kennen om het lekker soepel te maken. En anders zit iedereen alleen maar te kijken van oké, wat doet dit, wat heb ik nu voor opties, in plaats van dat we een spel aan het spelen zijn. Dus met die aantekeningen is het voor mij helaas een teleurstelling geworden. Is het een slecht spel? Ik vind het een slecht spel, omdat wat ik eruit had gehoopt te halen, kan ik er niet uithalen. Maar misschien ben ik dan ook niet met de juiste mindset erin gegaan. Als jij liefhebber bent van tabletop wargames, kun je waarschijnlijk veel meer plezier uithalen dan dat ik gedaan heb. Ik vond het een mismatch op een aantal fronten. Misschien ook getemperd door mijn eigen verwachtingen. Maar dat is de reden waarom ik het uiteindelijk als een slecht spel heb geclassificeerd voor mijzelf en een 3 heb gegeven. Spell and Zolder.